Mevrouw, gaat u stemmen? Natuurlijk. En weet u al wanneer? Zeer zeker. Ja. Woensdag volgende week. Ja. En mag ik vragen of u uw keuze al bepaald heeft? Ja, natuurlijk. Ja. Volgt u de verkiezingsdebatten een beetje? Zeer zeker. Ja. Nou, ik kan nog niet stemmen, want ik ben nog geen 18. Maar als ik zou kunnen stemmen, dus als ik het zou kunnen, dan zou ik het wel doen, ja. Ik heb al gestemd, want ik mag per post stemmen. Oh, u heeft al per post gestemd. Is dat goed bevallen? Prima. Ik vraag dat omdat er nog sommige mensen vinden het heel moeilijk om dat formulier in te vullen. Nee, het is heel makkelijk. Je legt gewoon alles even uit op de tafel. Dan lees je het even door. Goed doorlezen, even de tijd ervoor nemen. Dat is heel belangrijk. Ja. Volgende week, hè? Dan gaan we stemmen. Ja. En is dat op maandag, dinsdag, woensdag? Dat is een goeie. Ik dacht de 17e. Ja, het is officieel woensdag de 17e, ja. Maar maandag en dinsdag voor bepaalde groepen. Oké. Nee, ik ga niet stemmen. Want ik heb al gestemd. Ja. En hoe heeft u dan gestemd? Per post. Hoe is dat gegaan? Dat is heel goed gegaan. Ik ga wel stemmen. En heeft u uw stem al bepaald? Eigenlijk nog niet. Nee. Ik zit nog te twijfelen. Ja. En heb je je keuze al bepaald? Ja, ik heb bepaald om voor GroenLinks te stemmen, omdat ik gewoon hun punten gewoon goed vind. Ja, welke visie ik voor Nederland een beetje voor me heb en niet zozeer kijken of ik er zelf voordeel aan heb, maar eigenlijk veel meer waar willen we naartoe? En zeg maar, ik denk dat dat belangrijker is dan welk voordeeltje heb ik er financieel bij die partijen aan nu om daar mijn winst uit te halen. Ja. Vrijheid. Punt. Je bedoelt van de partij? Ik heb altijd Partij voor de Arbeid gestemd. Ja. Wat vind je belangrijke onderwerpen? Nou, gewoon over de jongeren, over het klimaat. En dat hun ook gewoon een beetje mee kunnen bepalen hoe en wat. Ja. Vind je dat meer partijen aandacht geven aan jouw onderwerpen? Nou, tot nu toe niet echt heel erg. Er zijn wel partijen die meedenken, maar het is niet echt dat ze er verder over beslissen. Ja. Welke punten vind je zelf heel belangrijk? Mensenrechten wel, dus racisme en dingen vind ik wel belangrijk. Verder vind ik referenda vind ik ook belangrijk wel. Waardoor laat u zich meestal leiden wanneer u een stem uitbrengt? Nou, deze keer door mijn zoon. Hij heeft deskundig advies gegeven. Ja hoor. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel... Vrijheid. Er zijn natuurlijk heel veel partijen... Tegen. Die voor vrijheid zijn. Nee, te weinig. Legt u dat eens even uit aan ons. Geen VVD, geen CDA, geen GroenLinks, geen D66, geen SP... Waardeloos. Volgt u de verkiezingsdebatten op de deels, televisie? Deels, ja. Wat vindt u daarvan? Bij Jeroen Pauw vind ik hem iets netter, zeg maar, ietsjes vriendelijker overkomen. Ja. En het andere debat vond ik echt wel een beetje zoveel mogelijk afzagen van de partijen. Ja. Vult u de stemwijzer wel eens in? Ja, toevallig gedaan gisteren. En waaraan moet een goede lijsttrekker voldoen? Ja, hij moet ook komen voor het volk en niet voor de ene partij. Weet je of veel leeftijdsgenoten van jou zich een beetje politiek oriënteren? Nou, ze zijn er niet heel erg mee bezig. Maar de meesten zijn er wel, ze kijken bijvoorbeeld wel naar dingen van politiek. Stemmen jouw leeftijdsgenoten op dezelfde partij als jij stemt? Ja, die stemmen eigenlijk wel tegelijkertijd. Ja. Sommige mensen zeggen, ach, die jeugd van tegenwoordig, die is politiek niet geïnteresseerd. Hoe sta jij ten opzichte van zo'n stelling? Nou ja, ik vind het een beetje onzin, want er zijn heel veel jongeren die meedenken, omdat hun ook gewoon zoiets hebben, wij willen er ook gewoon bij horen. Wij willen ook kunnen beslissen wat er hier in Nederland omgaat. Ja. Wat zijn voor u belangrijke onderwerpen? Klimaat wel eigenlijk. Het waarborgen van de rechtspraak heel erg op dit moment. Dat heeft ook te maken met de coronawet en de avondklok. En de rechtszaak die daarmee is geweest. Ja, ik heb er gewoon niet zo goed gevoel over dat de goede kant op gaat zoals het nu gaat. Dus ik vind het belangrijk dat gewaarborgd wordt. Tot slot de brandende vraag. Wie mag er van u premier worden? Oh, hij mag wel blijven van mij. En wie is hij? Rutte, ja, hij mag wel blijven. Hij heeft nou zo moeilijk en dat doet hij toch wel vrij goed. En Er zijn te veel partijen eigenlijk. Voor mij mag Jesse Klaver premier worden. En kun je dat motiveren? Nou, ik vind gewoon dat hij heel veel goede punten heeft. En
Hij is ook, vind ik, een van de enigen die goed ook meedenkt met de jongeren en met de jongvolwassenen in deze tijden. Dat vind ik nog een hele moeilijke vraag. Ik zie daar niet direct, het mag voor mij in ieder geval geen Rutte worden, ben ik heel eerlijk in, gezien de vervelende situaties zijn geweest. En ik denk dat dat ook heel raar zou zijn als het wel zou zijn, gezien wat er gebeurd is. Het zou heel vreemd zijn als Nederland hem weer zou stemmen, op hem zou stemmen en premier zou maken. Maar goed, ik zie het nog wel gebeuren. Ik vind eigenlijk Mark Rutte wel goed op het moment. CDA, Hugo de Jonge, maar die staat niet voor lijsttrekker. Dus Wop Koekstra misschien wel. Dat mag Rutte wel weer worden. Ja? Ja. Heeft dat nog toe. Het is niet mijn kandidaat, maar hij heeft dat nog toe goed gedaan. Dat vind ik een moeilijke vraag. Vind ik zo. Mark Rutte ben ik nou wel even een keer klaar mee. Maar hij doet het wel goed, dan gaat het niet om. Maar ja, weet ik dan. Ik krijg geen antwoord op geen. Meneer Van Haga natuurlijk. En dan moet u ons even uitleggen waarom u voor de tweede persoon op de lijst van Forum hij voor Democratie voert, kiest. Hij voert uitstekende debatten. Ja. Echt. En Thierry die wil nog wel eens een keer iets verkeerds zeggen. Maar dat doet Wiebre niet. Dus als het aan u ligt, 100%. Hebben we een de volgende verkiezingen, volgende week, een nieuwe premier. Ik hoop echt op 76 zetels.